Ik ben Niels Vorthoren en ik ben 23 jaar. En dit wordt mijn eerste seizoen bij Excelsior. En hiervoor heb ik de jeugdopleiding doorlopen bij Willem II. Heb ik daar 2,5 jaar het eerste elftal gevoetbald. Toen heb ik de stap naar FC Den Bosch gemaakt. Heb ik 2 jaar gevoetbald. En zo ben ik hier beland. Ik ben middenvelder. Ik kan eigenlijk overal het middenveld uit de voeten. Ik ben graag in balbezit. Ik zoek graag een combinatie. Ik maak graag mijn loopacties om ook bij de goal te komen. Dus ik heb toch ook wel diepgang als middenvelder. En je ziet vaak, met name in de play-offs, dat kan je zelf toch echt in de kijker spelen. Nou, we hebben hier natuurlijk met Den Bosch 2 wedstrijden gespeeld tegen Excelsior. Daar hebben wij ons met Den Bosch goed kunnen profileren, waaronder ik zelf ook. En Excelsior was erg positief over mij en toen is het balletje eigenlijk echt gaan rollen. Kousenmaker, die heeft een aardige streep in zijn benen, maar komt niet tot schieten. Hier is wel Baks weer, de meest actieve daarvoor in. Vorthoren en erin, het is 1-1. Zou het dan toch nog? En wat laat Excelsior zich hier in de maling nemen. Vorthoren in de rol van Van Moorsel. Bij Willem II heb je in de Eredivisie gespeeld. Ja. Waarom ben je daar weggegaan uiteindelijk? Ik kon daar gewoon bijtekenen. En toen, ik was niet erg tevreden over het aanbod wat ze me eigenlijk deden. En ik vond daar weinig vertrouwen uitspreken. En toen heb ik de keuze voor mezelf gemaakt om te zeggen van ik wil gewoon elke week gaan voetballen. En dat kon ik bij Den Bosch gaan doen. Dus zodoende dat ik toen voor Den Bosch heb gekozen. Is dit dan een soort beloning, die transfer, dat je in jezelf hebt geïnvesteerd? Ja, dat denk ik wel. Ik heb toen bewust gekozen om een stap terug te maken, om echt wekelijks aan spelen toe te komen. Dus in die zin is dit wel een beloning daarvoor. Ja. We hebben een erg jonge groep en de jongens die dan al wat meer hebben meegemaakt, er wordt inderdaad wel van verwacht dat je dingen aangeeft en dat die jongere jongens helpt om zo snel mogelijk een bepaald niveau op te pakken, zodat we samen gewoon iets kunnen neerzetten natuurlijk. Dus er wordt wel wat van verwacht, ja. Past het ook bij jou, zo'n rol? Ja, ik ben altijd wel iemand geweest die zijn mondje wel open deed. Toen ik een jaar of 19 was, was ik ook altijd wel gewoon iemand die goed kon coachen en dergelijke. Ja, en inderdaad, nu probeer ik toch de dingen die ik heb meegemaakt en die ik weet, toch wel goed over te brengen. Ja. Heb je nog een toekomstplan voor jezelf? Ja, ik ben nu weer in de Eredivisie terug. Het is voor mij nu wel een seizoen om te kijken waar ik nu sta en om te gaan kijken of hoe ver dat ik nog kan gaan reiken. Ik bedoel, Excelsior is een springplank gebleken voor heel veel spelers. Ja, en dat kan het voor mij ook zijn. Dus ik probeer hier gewoon een heel goed seizoen neer te gaan zetten en sowieso in de Eredivisie te blijven. Ja, en vervolgens zien we het wel waar het schip strandt.